Zevende minuut van de partij. Ingooi Agent met Pedersen. Wouter Franke verkeek zich op die bal. Joly speelt goed in voor Dalum. Aarst in het centrum, maar Dalum moet terug. Opgevangen door Peter Voets. Legt hij terug naar Joly. Daar is Pedersen en Gasser. Goed combinatiespel van Agent. En de mogelijkheid. Aarst miste ze. Na goed een kwartier de eerste hoekschop van de partij. Voor Sint-Truiden. Teppers zoekt het hoofd van Oekelen. Maar vindt dat niet. Haaien nu. Probeert die bal weer voor te krijgen. Even was er een mistast van Christensen. Levi Schollen, de jonge doelman van Sint-Truiden met de uitrap. Nauwelijks werk op te knappen gekregen. Valdo nu toch met een goede bal. Koenburg mag doorgaan. Legt breed voor Fiers. Te breed. En Fiers moet uitwijken. Kans nog niet helemaal verkeken, maar het wordt moeilijk nu. Dit was de beste kans in de partij. We hebben er 38 minuten moeten op wachten. En dan wordt ze nog verknoeid. Burg en Fiers. Pedersen. Mooi van Dalum. Kasjer kan de bal meepikken. Trekt op snelheid. Door Dalum. Wordt aangelopen. Als Pirot hier fluit, hebben ze bij Sint-Truiden niks te zeggen. Kijkt u nog maar eens in de herhaling hoe Dalum daar in de rug geduwd werd en neer moest gaan. En zo gaan we rusten bij een 0-0 stand. Isaias komt erin na de rust in de plaats van Koenburg. En nog een nieuwe man op het veld bij Agen speelt nu Dragutinovic in de plaats van de Fransman Karif. Dit was een schot van Isaias. Dalum en Gasser die nu aan de rechterkant is gaan spelen. Heeft daar Patrick Teppers voor zich, die is hij kwijt. Dan moet Van Oekelen komen. Gasser kapt die ook uit, mooie beweging. En dan de voorzet. Schollen waakt. En de overtreding van een van de Noren van Ole Martin Aarst. Aarst kon niet echt goed verlengen. Peter Voet slaat aan Isaias. Meteen de diepte. En de Dirks wist niet waar de bal was, maar kan hem toch nog meepikken. Fiers in het centrum. Goeie mogelijkheid voor Sint-Truiden. Na bijna een uur wedstrijd. De opening voor Dirks. En dan Fiers. Maar die vond geen opening naast Terpoel. Valdo. En Sint-Truiden begint meer en meer zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Franke probeerde daar Fiers te bereiken. En in tweede instantie vindt hij Peter Voets. En veel volk van Sint-Truiden mee voorin. Voets met de voorzet, iets te laag. Vazov en Joly kunnen wegwerken. Maar aandringen van Sint-Truiden. Isaias voor Teppers. Ze voelen dat er wat in zit. Valdo, Isaias. Een paar meter over toch. Ramsic. Agen krijgt weinig lijn in zijn spel. Joly. Goed gelaten. En dan de kans voor Dalum. Hij plaatst de bal naast. Agent had heel moeilijk lijn in zijn spel kreeg. Nu toch een goede actie opgezet door Aarst en dan Dalum. Nog twee Sint-Truidense verdedigers erbij. En dan ging die bal naast. Kijk naar Fogen die er net is ingekomen in de plaats van Pedersen. Hoekschop voor Agent. Schollen niet goed. Fogen voor Skeu. Aarst probeert nog. En dan Schollen wel. Allemaal vlak na die poging van Dalum. Die gooit Teppers. Frank Douwe probeert de weg te koppen. Franke uit de tweede lijn. Metertje naast de goal van Herpoel. Tweede helft is toch voor Sint-Truiden. Teppers. Goed samenspel. Fiers kan die gaan afdrukken. Op de paal. Op basis van de kansen verdient Sint-Truiden een goal. Philip Fiers, een goed schot. Herpoel geklopt, maar de paal houdt Agent overeind. Wouter Franke. We zitten ondertussen in de slotminuut.
En Sint-Truiden lijkt ook wat leeg gespeeld. Heeft veel kracht verbruikt in de duels die het meestal won. En nu de uitbraakmogelijkheid voor Aarst. Goeie ingreep van Davy Scholle. In de slotminuut zitten we ondertussen. En de jonge doelman van Sint-Truiden, die in het doel mocht blijven staan, ondanks de terugkeer uit blessure van Dusan Belic, houdt zijn ploeg hier overeind bij een poging van de topschutter Ole Martin Aarst. Voets. We zitten ondertussen in de toegevoegde tijd. Met nog een poging van Filip Viers. Die wordt daar even vastgehouden. Viers nog. Krijgt de bal voor. En het wordt nog een corner. In de slotseconde van deze partij nog een corner voor Sint-Truiden. Met uiteraard Isaias achter de bal. Richting tweede paal. Maar weggekopt. Franke dan. Kon geen richting meer geven aan die bal. Einde van een teleurstellende partij zonder veel doelkansen. En geen vijfde opeenvolgende zege voor A-Gent. Dat eigenlijk nog het meest tevreden mag zijn met dat ene punt. Sint-Truiden-Gent 0-0.